Ze waren jarenlang het vaste commentaarduo bij het songfestival, Cornald, Maas en Jan Smit. Maar de volkszanger gooit de handdoek in de ring en stopt ermee. Het nieuws werd vanochtend verstopt in een persbericht van Afrotros over een of ander radioclusje. Hij gaat namelijk twee uur per week een programma maken op NPO Sterren NL, een radiozender. Jan zegt er veel zin in te hebben. Aan mijn carrière bij Afrotros mag ik een nieuw hoofdstuk toevoegen. Die van commentator bij het Eurovisie Songfestival sluit ik af. Ik heb vorig jaar intern al aangegeven dat ik mijn songfestival werkzaamheden zou neerleggen. Hij vervolgt, dit geeft me de ruimte om nieuwe muzikale dingen te doen, zoals nu de dus zijn eigen radioshow te maken. Ook om het muziekfeest op deze manier nog dichter bij de mensen te brengen, het leeft als nooit tevoren. TV-autoriteit Tina Nijkamp vindt dit overkomen als een heel slechte smoes. De wondere wereld van perswoordvoerders en hun persberichten. Het nieuws dat Jan Smit stopt als commentator Eurovisie Songfestival wordt verpakt, alsof hij juist daardoor nu tijd heeft om een of ander radioprogrammaatje te maken van slechts twee uur per week. Ze vervolgt op haar analysekanaal, het een wordt dus met het ander in verband gebracht, terwijl dit natuurlijk complete onzin is. Alsof het Eurovisie Songfestival bekommentariëren veel werk is. Is maar drie avondjes in het jaar. Bizarre perswoordvoering, dit. Complete onzin. Wie is volgens Aaron Bade, de showkenner van RTL Boulevard, een goede opvolger? Ik denk dat Sander Lantinga een goede opvolger is. Zijn commentaar in 2021 tijdens de editie in Rotterdam was erg geslaagd.